Het is woensdag 11 november. Mijn naam is Ricardo en dit is het Sinterklaasjournaal. De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte. Een hele goede avond, fijn dat je weer kijkt naar het Sinterklaasjournaal, de derde alweer van 2020. En in de afgelopen dagen hebben we gezien hoe er weinig communicaties met de pers vanuit Sint-Nicolaas en zijn mannen. Gisteren is het onze verslaggever wel gelukt om een interview te krijgen met de perspie. En ik heb begrepen dat vandaag dat ze gaan vertrekken naar Nederland. Laten we meteen heel eventjes naar onze verslaggever. Als het goed is, is Rico in de haven. Klopt dat, Rico? Goedenavond, Ricardo. Ik sta inderdaad in de haven van Madrid. En je ziet het inderdaad, pakjesboot 12 ligt helemaal klaar voor vertrek, alles is ingepakt. Ja, zoals je zegt, nog steeds weigert Arthur elk commentaar naar ons als pers. Ondanks dat Valentijn behoorlijk veel heeft geprobeerd, moet ik ook wel zeggen dat ik denk dat zijn uitlatingen in zijn laatste column in het Tele Dagblad niet heel positief zijn geweest. Dus ik jaag nog een beetje op het exclusieve interview met Arthur. Misschien wel goed, ik... Hebben jullie ondertussen al enig idee waarom Sint-Nicolaas nog steeds weigert om de pers te spreken? Nee, wij filosoferen nog behoorlijk rond wat ik zeg. Waarschijnlijk heeft het inderdaad te maken met Valentijn en zijn column. Want het Tele Dagblad bracht dat Arthur waarschijnlijk met pensioen zou gaan na dit jaar. En volgens Weekblad de Tijgermug zou hij wegens een gerechtelijk proces... wat het KOZP heeft aangespannen van zijn advocaat niet mogen reageren. Maar ik blijf er heel erg dicht bovenop zitten. Ik heb wel wat beelden van Sinterklaas en zijn vertrek van zijn huis richting de boot. Misschien is het leuk als we daar heel even naar gaan kijken. Dus hoe gaan we het dak open? Ja, ik vind het wel een beetje koud, moet ik zeggen. En hoe ga ik het dan doen? Ja, nou ja, rij jij of rij ik? Ik kan wel rijden, maar moet ik mijn brilletje even weer halen. Hoe gaat dat ding open? Zoals op zwarte piet. Hoe gaat het ding open? Hoe gaat het ding open? Kijk. Kom maar. Nee, trekken. Oh ja. En dan rollen. Jezus, eerst trekken en dan rollen. Ja. Oh ja. Ik ben vroeger nog wel eens met een eend in Frankrijk op vakantie geweest. Ja. Dankjewel Rico voor jouw verslag daar in de haven. Veel plezier. Jij gaat denk ik ook samen met Sint-Nicolaas op een of andere manier in Nederland. Dus dan zien we elkaar snel. Graag gedaan. En inderdaad, ik ga richting Nederland. Ik ga richting jullie. Tot snel. Ondertussen hangt aan de telefoon professor in de Sint-wetenschappen. Aan de Universiteit van Kloetingen, de heer Bluff, om precies te zijn de heer Jochem Bluff. Bent u daar, de heer Bluff? Hey, hallo. Ik moet het even kort houden. Ik ben misschien ook een beetje slecht te verstaan. Ik zit ergens in Estland in een tentje met Desiree. Dus... Ik wou gelijk beginnen met Feyenoord. Die gaan 4-3-3 spelen. Zeg je? Maar er is geen Europees voetbal. Desiree zegt dat er geen Europees voetbal is. Waar bel je voor? We zien dat de afgelopen dagen dat Sint-Nicolaas elk perscommentaar weigert.
Heeft u dat in uw jarenlange ervaring eerder meegemaakt? Oh ja, tuurlijk. Sinterklaas. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik de afgelopen tijd wel veel contacten heb gehad in de appgroep. Met allerlei verschillende Pieten. Vooral de app Piet. De beheerder Piet. Sinterklaas. Ja, ik weet niet wat het is. Hij schijnt een nieuwe telefoon te hebben. Dat hij misschien niet weet hoe dat allemaal werkt. Maar we hebben in de afgelopen jaren natuurlijk al wel veel rommel meegemaakt. Dat hij is gegijzeld geweest. Zijn boek was gejat. Dat hij met de Peter R. de Vries Piet erachteraan moest. In 1912 zat hij op de verkeerde boot. Is hij gezonken en op een stuk drijfhout teruggevonden in Groenland. De wegwijspiet had een keer te veel gezopen, dus dat ging ook allemaal niet lekker. Dus ja, wat dat betreft, er is altijd wel weer wat aan de hand. Maar ik kan nog niet de vinger op de zere plek leggen waar het nou dit jaar weer aan mankeert. En wat zou de reden kunnen zijn dat Sint-Nicolaas dit gedrag vertoont naar zijn... naar de pers, maar eigenlijk ook naar zijn volgelingen en naar zijn fans? Nou, ik heb dus het idee dat hij dit gedrag niet per se bewust vertoont naar de pers. Hoewel het is wel gewoon weer de gevestigde pers. En dat is altijd gevaarlijk, want ik heb ook nog steeds contact met het ministerie van Lange Frans. Dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon een complot is. Wat ik wel weet is dat hij zijn best doet om in ieder geval buiten de reguliere media toch wel zoveel mogelijk vloggetjes probeert te benaderen. Of dat nou zijn echte account is, doet hij voornamelijk via Twitter normaal gesproken. En ik zit natuurlijk met hem in de appgroep met alle Pieten. En volgens mij heeft hij ook wat groepen met voorzitters van fanclubs. Maar ja, ik kan er op dit moment nog heel weinig over zeggen. Behalve dan dat ik gewoon denk dat het goed gaat komen. Maar ja, you never know. En het eind over Till the Fat Lady Sings. Interessant, interessant. Een duidelijke visie. Ik hoop u een van deze dagen nog meer te spreken. Dank u wel voor uw observatie. Veel plezier in Estland, heb ik begrepen dat u zat. En hopelijk tot snel. Ja, dankjewel, geen probleem. Ik moet hier nog even door. Groetjes uit het Estland en we zien elkaar bij het live verslag van de intocht. Tot zover alweer het Sinterklaasjournaal. Van woensdag 11 november op Sint Maarten, dan een andere Sint. Morgen zijn we er uiteraard weer. We houden het nieuws in de gaten. We weten ondertussen dat Sint-Nicolaas onderweg is naar Nederland. Hoe dat precies gaat, dat gaan we zien. Ik kan alvast meegeven dat morgen zal een navigatie-expert zal vergezellen om daar iets meer duidelijkheid in te geven. Ik wens u een hele fijne avond toe. Tot ziens en tot het volgende Sinterklaasjournaal.